Welkom bij SVZW TV en deze keer de wedstrijd SVZW DVS 33. Een nieuw seizoen, een nieuw veld, een nieuwe dugout, nieuwe trainers, alles nieuw. En we gaan eens kijken wat SVZW dit seizoen kan gaan bereiken in de hoofdklasse. De eerste wedstrijd was tegen Sparta Nijkerk, dat is 3-3 geworden en vandaag stond DVS op het programma. DVS altijd een moeilijke tegenstander voor SVZW. Maar met een hoop nieuwe spelers moet het goed komen. Die hebben de bagage van de afgelopen wedstrijden tegen DVS niet mee. Peter van Beelen, de scheidsrechter van deze middag, fluit af en zo is de wedstrijd begonnen. SVZW rustig aan het opbouwen van achteruit. DVS met Tanju Sahin. Tanju Sahin, een oud speler van SVZW, met een prachtige paas naar voren. En dan wordt het nog even dreigend. Kan Jordi Holtkamp de bal netjes wegwerken? Dan een andere nieuweling aan de bal, dat is Kevin Aman. Kevin Aman richting Jordi Kamphuis. Maar Huiskamp kan die bal wegkoppen en het enige wat overblijft is dan een ingooi. Dan een verre bal van Michiel Achterhoek. Weer richting Kevin Aman, die hem doorkopt naar Jordi Kamphuis. Jordi Kamphuis kan dan de bal niet onder controle krijgen. Dan een vreemde trustbal. Davy Perik kan er dan niet bij. En zo gaat er een goede kans voor SVZW voorbij. Dan een corner voor DVS. Altijd gevaarlijk. Maar daar kan Michiel Achterhoek de bal net wegtikken voordat het gevaarlijk wordt. Ook Henny in het hof ziet dat er mogelijkheden zijn. Volgende corner. Weer voor DVS. Dit keer kort genomen. Wordt dan voor de goal geslingerd, maar weer staat Michiel Achterhoek op zijn post. Magrie van Keulen met een ingooi op Nigel Michels. Nigel Michels die ook nieuw is in het elftal van SVZW. Dan Tim Engbers aan de bal, die de bal heeft veroverd. Plaats die bal naar Kevin Aman, die daar nog stond geposteerd. Balletje terug, hier op Jordi van Eck. Met een prima pas op Nigel Michels, maar die paast hem er net naast. Prachtige kans voor SVZW. Maar de bal gaat aan de andere kant van de paal erin. Dan Mirko Swiers opstomend op het middenveld. Naar Van Eck. Van Eck die hem terugpaast naar Mirko Swiers. Mirko Swiers alleen voor de keeper. Maar de keeper is er dan uit. Daan Huiskamp komt dan goed uit. Neemt Mirko Swiers wel mee naar beneden toe. Maar wat er overblijft is een corner. Dan de corner. Die wordt genomen. En dan Michiel Verkeulen met een prachtige mogelijkheid. Michiel Verkeulen is die bal dan van de lijn afgehaald. Scheidsrechter zegt niks. Grensrechter ook niet. Dus het is geen doelpunt. Kans is nog niet helemaal voorbij, maar dan heeft Daan Huiskamp de bal in handen en is het gevaar geweken. Nog even een topoverleg met aanvoerder Tim Engbers, met onze nieuwe trainer. Maar dan gaat de wedstrijd door. Hier met een prachtige bal richting Kevin Aman, wordt onderschept door DVS. Dan DVS, die aan een aanval kan gaan beginnen. Maar wordt overgenomen, wat een vrije trap. Even een aanslag van Baum die een aanslag pleegt inderdaad op Tim Engbers. Wat doet de scheidsrechter hiermee? Ja, die geeft inderdaad een gele kaart. Een gele kaart voor Henk Baum. En dan zijn we inmiddels aanbeland in de tweede helft. Hier met Jordi van Eck. Jordi van Eck wordt op de hakken gelopen door Okan Sorokan. En daar geeft de scheidsrechter Peter van Beelen een vrije trap voor. Wie meldt zich voor de vrije trap? Dat is Kevin Aman en Tim Ongest. Kevin Aman, die paast die bal precies op de kruin van Davy Perik. Davy Perik, iemand die de doelpunt hard nodig had. Gezien het tragische gebeuren in zijn leven. Zie je dat deze prachtig de bal inknikt. En dit doelpunt, dat wordt opgedragen aan een zeer belangrijk persoon van hem. En dan moet DVS op jacht naar de gelijkmaker. Hier met Mike Arends. Mike Arends die hem inspeelt op de Ruiter. De Ruiter die dan gevaarlijk voor de goal komt. Wordt het drie man verdedigd. Kan er niet uitkomen. Dan een balletje breed. Het breed op Ronald de Vries. Ronald de Vries ontspeelt daar een SVZW. En wie kan hem dan intikken voor DVS? Helemaal niemand. Goede mogelijkheid voor DVS. En dan is het weer SVZW die bouwt aan een aanval. Deze keer een aanval over links. Hier op een balletje op Nigel Michels die zich prima vrijloopt. En daar Michiel Verkeulen die de bal voorslingert. En wie komt er dan? Kevin Aman met een prachtige mogelijkheid. Kevin Aman de bal op de kop, maar net naast gekopt.
Jammer, dit was een prachtig moment. Een verdiende eigenlijk ook een doelpunt. Dan weer SVZW hier met Tim Engbers. Tim Engbers wordt er onderuit gehaald door Henk Boom. En Henk Boom die staat al op scherp, want die heeft net al een gele kaart aan het eind van de eerste helft gekregen. En wat doet de scheidsrechter? De scheidsrechter geeft op een nieuw geel. En zou dan de administratie moeten gaan raadplegen. Want twee keer geel is rood en moet Henk Boom dus van het veld af. En dan wordt het toch wat moeilijker nog voor DVS om aan te klampen aan SVZW. SVZW die in deze fase van de wedstrijd behoorlijk aanvallend bezig was. En het is inderdaad rood voor Henk Boom. En zo moet Henk hier in het hof dus wat om gaan zetten. Dan een vrije trap. Weer Kevin Aman, man met de fluwelen voet. En wordt dan gekopt, maar dat wordt gekopt door Tunjusa heen. Voorheen SVZW-speler en die kopt dan in eigen doel. Hartstikke jammer door deze sympathieke speler in eigen doel gekopt. Ontzettend jammer, maar natuurlijk hartstikke mooi voor SVZW. Hier nog één keer in herhaling. Tunjusa heen krijgt hem verkeerd op de kruin. En belandt dan in eigen doel. Bijzonder zuur, vooral voor deze sympathieke voetballer die verleden jaar bij SVZW voetbalde. En met 2-0 op het bord is het natuurlijk lekker voetballen. Hier Nigel Michels die de bal mooi aanneemt, man uitkapt. En dan een steekpaasje, Jordi van Eck helemaal vrij voor de man zet. Komt helemaal in de war met al die Jordis. En hier Paul Krabbe die de kuiten oververhit heeft en dus koeling zoekt. Verder is het een prima weertje om te voetballen. Hier weer met SVZW die een aanval opzet. Maar het wordt onderschept. Michiel van Keulen kan die bal niet onder controle krijgen. En dan wordt er een prima paasje gegeven op De Vries. De Vries die kan naar achteren stomen. Maar Michiel van Keulen pakt die bal uit de lucht. En kan Michiel van Keulen de bal weer netjes wegwerken. DVS met alle moed en wanhoop. Dan maar een afstandsschot. Een prima schot, maar een makkelijk vangballetje. Dan nog een vrije trap voor SVZW. Het zal dan een van de laatste mogelijkheden zijn. Jordi Holtkamp die de bal probeert in te knikken, maar dat lukt dan niet. Dan nog een allerlaatste mogelijkheid voor Martijn Maris. Martijn Maris kan er dan net niet bij. En zo blijft de stand 2-0 voor SVZW. Ik bedank u voor het kijken en tot de volgende keer.